Hi everyone en welkom bij een nieuwe video van mij. Vandaag is het vrijdag. We hebben best wel twee lastige dagen achter de rug. Voor de mensen die me op Insta volgen hebben gezien dat ik gisteren in het ziekenhuis was. Het was voorzien. Alhamdulillah, alles is goed verlopen. Ik wil ook niet te veel over zeggen. In mijn vlog gewoon geen zin in. Ik ben even buiten adem. Vandaag heb ik henna feest van zusje van Elif. Ik dacht dat ik er niet bij zou zijn, maar ik ben zo blij dat ik er alsnog bij kan zijn. Ik laat jullie even mijn outfit zien en neem ik jullie even gezellig mee daarheen. Ik ga daar niet uitgebreid vloggen en zo, dat ga ik allemaal niet doen. Misschien dat ik even de deco meeneem, misschien dat ik even een paar meiden meeneem voor een gezellige praatje. Maar ik ga niet de hele henna feest vloggen of zo. Ben ik gewend aan mijn haarkleur? Nee, nog steeds niet. Soms kijk ik in de spiegel en denk ik, oh ja, ik ben gewoon een beetje brunet. Maar ik vind het wel hartstikke leuk. Ik heb deze top vandaag gekocht bij Bershka. Hij was voor 20 euro. Er zit een super mooie glans in. En ik had hem ook weer in het zwart genomen voor de zekerheid. Mocht ik deze kleur niet bij deze rok vinden passen. Deze rok die komt van Nocturne. Die heb ik in Turkije gekocht. Dus van een nieuwe collectie van Nocturne. Die pumps die ik aan heb. Een beetje met tijgerprint aan de voorkant. Deze zijn al best wel oud. Van de Zara. En ik neem deze Chanel bag van mij mee. Guys. Voor de mensen die, ik ga proberen om die zon even een beetje te bedekken, een beetje schaduw te creëren. Maar ja, wij leven in maart en het is bijna Ramadan. En voor de mensen die Ramadan of meedoen aan de Ramadan weten hoe zwaar zo'n maand wel niet kan zijn soms. En ja, en ik heb gewoon letterlijk nog even kijken, wij leven op 11 maart. Nou ja, doe maar tweede week van maart, dus 2 weken, 4. Ik heb precies, wacht even, 2 weken, 4, 6. Precies 8 weken, niet eens. Ik heb 7 weken om mijn hele huis in te pakken, om mijn hele huis leeg te maken. En over 8 weken moeten wij ons huis uit, definitief. Waar we daar gaan wonen, geen idee. Zoals jullie weten zijn wij bezig met het bouwen van een huis. Maar die bouw die pas start aan het eind van dit jaar en is pas volgend jaar klaar. En ja, dat dus. En we willen op dit moment nog niks huren. We willen alles op ons laten afkomen. Dus we zien het wel. En voor de mensen die mij een DM sturen en vragen van, hey Mali, weten jullie al waar jullie gaan wonen? Ik vind het super lief dat jullie aan me denken of met mij meedenken. En er waren ook zelfs een paar meiden die zelfs linkjes hadden gestuurd van, hey, jullie kunnen eventueel hier wonen. Maar wij hebben zoiets van go with the flow. Oké, wij zijn ready. Ik ga stikken. Wil je de cola? Nee, wacht hier. Ik gooi hem hier. Ja, oké. Hebben jullie zin in? Ja. Jazeker. Nou, ik ben met Fira en Shuki. En we are ready. Allah, Allah. Merwe. Ik hoor je niet. Ja? Ja. Looking good, looking gorgeous. Thank you. Ja, ja, op Saha. Morgen, Zintje. Morgen. Heb je cadeautjes ontvangen? Dat is lief. Ja. Kijk eens, je hebt pakketjes. Kijk, deze was van mama. Mama was dat even vergeten. Mama was dat even vergeten. Dit is van Gember Member. Mama heeft gember shotjes gekregen. Just pure gember shotjes. En as you know, als ik gember shot gebruik, dan gebruik ik altijd van Gember Member. Onder deze video post ik hun Instagram pagina en hun website. En deze ga ik even in de koelkast doen. Tante Shukera en deze is van Tante Elif. En ook van Jade, Idil, Ali. Lief hè? Die Mika stoel in plaats van deze stoel neerzetten. Ja, tuurlijk lieverd. Ik vind alles goed. Good morning everyone. Vandaag is het zondag. En zoals jullie zien wordt mijn make-up gedaan door Annie.
Hallo. Hi, wij zijn bij mij op de zaak. Sjoek en Leila komen zo meteen ook. Die worden ook opgemaakt door Annie. En Umayma komt ook. Die komt iets later en die gaat onze haar doen. Ik weet nog niet wat ik wil met mijn haar. Maar we hebben vandaag bruiloft. Dus ik heb er super veel zin in en ik neem jullie gezellig mee. En ik laat jullie straks een after zien. Oh, mooi hoor, Sjoekie. Dank je. Mooi, mooi. Tjokkiezel. Nice, nice, nice. Nou, jurken hangen al. Ik ga even mijn jurk strekken. Dit is by the way de jurk die ik aantrek. Deze heb ik in Istanbul bij Nocturne gekocht. Laatste keer dat ik met de meiden in Istanbul was. Maar ik moet hem even stomen. En ready? Ik herken mezelf niet. Met mijn haarkleur en mijn krullen. Oh, jullie zien er prachtig uit. Wauw! Wauw! Alleen mijn gedrag is lelijk. Wow. Thanks Annie, thanks Umayma. Zo, maar krullen ga ik nog wel even goed uitborstelen. Niet uitborstelen, maar een beetje zo met de vingers, toch? Ja, met je vingers. Oké. Zo, ik heb, lijkt wel alsof ik geen haar heb. Zo kort. Mooi hoor. Ja toch? Nou guys, wij zijn nu bij Sjoekie thuis. Ik heb, oh my god, ik ben echt, ik had ik maar dit soort krullen. Die had ik. Ja, ja, die had zij. Zij had zulke krullen, die heeft ze gewoon verpest. Maar ik ben helemaal happy met mijn haar. En we zijn omgekleed. En wij gaan nu naar Abby. En zometeen wordt Abby thuis opgehaald als bruid. En wij moeten, het enige wat wij nog moeten doen is... Wat moeten we doen? De auto wassen. De auto wassen door de wasstraat. Ja, echt erg. Ik ben mijn handtas thuis vergeten. Echt super erg. En we moeten ook nog tanken. En daarna moeten we richting Dordrecht. Want daar is de bruiloft vanavond. En ik laat jullie straks zien wat, hoe mijn jurk eruit ziet. Laat ik nu al wel zien. Nou, zo zien wij eruit. En ja, we hebben... ik heb nog mijn sneakers aan. Zometeen trekken we... ik ook. Zometeen trekken we wel hakken aan hoor jongens. Dat wel. Nou, wij zijn in een tankstation beland. Ik bedoel in de wasstraat. Ik denk zoveel aan tanken dat ik gewoon niet eens weet wat ik zeg. Mijn haar ziet er echt raar uit. Helemaal ik kan niet aan mezelf wennen. Je haar is echt leuk. Sjoekie, we zijn omgeruild. Ja, letterlijk. Merhaba, we zijn op de vlog van Imro. Op de vlog van Imro. Op de duur van Imro. Ja. En we zijn met Sherry, Sherinai. Merhaba. Mali van Hoge Kennis. En met Merwe, Atme Schmier. Wordo Omami. En Malika is Godiva dadels aan het eten. En Vera is ergens aan het praten. Hier is Ali. Laat maar, het is jurk, maakt niet uit. Altijd chagrijnig. Ali? 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 En wie ben jij precies? Wie ben jij? Geef kusje, geef kusje. Wat is jouw naam? Ga ik vertellen. Nou, zij wil het dus niet zeggen, maar we hebben het heel gezellig. Lekker, Chai? Loop. Ewa Krullo. Oké, ik ga weer stoppen met dit, want ik doe weer te veel onzin. De make-up zit nog wel mooi, hè? Ja. Hé, hey, waarom zit er wel ingezoomd? Je hebt mijn taak overgenomen, dat wilde ik gaan doen. Oh, mijn zus komt eraan. Dit is mijn zus trouwens. Hi. Zij wil graag de vlog overnemen. Ik moet ook omhoog gaan. Ja, dat mag echt. Hoi, ik ben Firdaus. Welkom op de bruiloft van Abby. Abby. Ja. Firdaus. Zo, het is tijd voor goud. Ting ting. Welkom bij de vlog van Malika. Ga je weer? ik ga stuk op jou. Weet je wie dat is? Dat is Sarah Nye. Dat kind, onderkont. Oh, Abby! Ik heb een onderkont. Ja, ofwel onderkind. Nee, dat wil jij! Ja, dit is Malika Seijma. Willen jullie haar handtekening? Ik hou er niet van, dat is het probleem. Hey, je kunt het zien aan mijn ogen. Kijk, ik heb een lui oog. Ik ook, mijn rechteroog. Mijn linker. Mijn rechter. Yay! Dan draaien we op van ogen, ja? Dan krijg jij mijn rechter, heb je
doen twee luien open. Ja, twee normale. Ja. Good morning, guys. Vandaag is het woensdag. Ik heb een pakketje ontvangen van Charlotte Tilbury vanuit Spice PR. En of course de Charlotte's Magic Cream. Deze gebruik ik al een jaar. Ben heel erg blij hiermee. En een nieuwe facial oil. Ja, dit is dus een nieuwe product. Deze heb ik niet eerder gebruikt. Wat ik wel hiervoor heb gebruikt is een serum van Charlotte Tilbury. Waar ik heel erg tevreden mee was. Dit is dus de facial oil. Ben zo benieuwd hiernaar. En dit is of course de Charlotte's Magic Cream. Deze gebruik ik sowieso al dagelijks al een jaar lang. Ik ben hier echt mega mega fan van. Dus ik ben zo happy dat ik weer een nieuwe binnen heb gekregen. Maar ik ben ook echt heel erg benieuwd hiernaar. Maar ik ga zeker jullie een review hierover geven. Over dit product. Ik ben ready for today. Ik ga zo eerst de auto helemaal van binnen laten wassen. Even naar de wasstraat hier in Deventer met de kids. Daarna gaan we even langs de Intertoys. Want Zeen en Arda hebben een cadeaubon gekregen. En die willen ze graag gebruiken. Vandaag heeft Arda een studiedag, dus die is lekker vrij. Ik heb mijn Yeezys aan vandaag. En deze prachtige pak van Mooney Collections. Het is een hele mooie pantalonbroek. Ik vind hem heel erg fijn. Omdat die zeg maar echt gewoon bij mijn taille gewoon goed zit. 9 van de 10 is het voor mij veel te groot. En een oversized blazer. Voor de mensen die het niet weten. Ik ben 1,63. Ik heb hier een zonnebril van Prada. Mijn Bottega bag. En deze Yeezys had ik lang niet aangetrokken. Dus ik dacht deze staan er wel heel vet onder. Onder deze video post ik Instagram van Mooney Collections. Het is een nieuwe webshop in Nederland. Ze hebben super leuke items. En ik vind deze kleur geweldig. En ook dat die blazer en die pantalon ook gewoon op mijn maat heel erg goed valt. En of course, mijn haar heb ik met Mieke Amsterdam gedaan. En ik heb ook extra volume erin gecreëerd. Jongens, ik moet nog steeds wennen aan mijn haarkleur. Maar ja, ik vind het wel wat hebben. Deze was uitverkocht bij Zara. Dus ik had het mijn e-mailadres achtergelaten voor als het binnen is. Ik heb gelijk 2 aangeschaft. Het is zo lekker. Oh my god. Dit is by the way unisex. Dus mocht je hem willen delen met je broer, vader, partner, whatever. Dan kan dat met je buurman, buurjongen, met je neef, met je zoon. Ik ga deze auto even laten wassen. Gewoon bij een wasstraat. En morgen is deze aan de beurt. Deze, mijn favorite auto. Ga even zitten, Arda. En ja, deze is ook one of my fave. Maar deze is zo vies. Arda, ik wilde even wat vragen. Welke schoenen heb jij gekregen van mama? Balenciaga's. Ja, Balenciaga's. Jij wilde ze heel graag, toch? Toch? Zwart-witte Balenciaga's laten zien. Ja, Balenciaga's. Ja, weet je waar mama deze heeft gekocht? Deze Balenciaga's? Bij de Zara. Weet je hoeveel ze waren? 17 euro of 14 euro. 14 euro? Is je een boer? Wat zeg je dan? Ja, deze Balenciaga's heeft Arda gekregen en hij is zo blij. Ze waren maar 17 euro of 14 euro. Vet cool, hè? Ja. Ben je blij? Arda, joehoe, ben je blij met je schoenen? Ja, ben je blij met je Balenciaga's? Toppie. Nou, ik heb mandarijnen gehaald, 1 citroen, 2 limoen. Citroen? Citroen, limoen, bananen en aardbeien. Lekker hè, Zeen, lekker verse fruit. Wat een gezelligheid. Oh, papa belt. Woe. Ik ben nu in de wasstraat. Oh, wij vertrekken nu. Oké, is goed. Dan ga ik even hierna snel naar de Intertoys. Ja. Laat ik hun even die kaart halen die ze willen met die cadeaubon. Ja. En dan, zodra ik, als je thuis bent, zet ik de kids thuis af en dan rijd ik gelijk door, ja? Ja, is goed. Hoe ging je training? Ja, goed. Oké, alhamdulillah. Is goed, baby. Goed, is goed, is goed. Groetjes aan papa, doei doei. Doei. Ja, Zeentje. Wat is weg? Jouw kaart is nog gevallen. Oh, ik pak hem zo meteen. Nou, ik ben in de wasstraat zoals jullie zien. Ik ga zo meteen richting Amsterdam. Ik moet even een cadeau halen.
Ik ga even naar de PC, denk ik. Daarna ga ik even langs Mooi de Agency. Want zij hebben een superleuke iets van Elf Cosmetics voor hun deur staan. Dus ik ben daarvoor uitgenodigd. Zo, al die geluiden hier. Ik ben daarvoor uitgenodigd. Dus ga ik even daarin. Echt benieuwd. Hoe het allemaal eruit ziet en zo, neem ik jullie ook mee. Nou, mijn schatje zitten hier lekker te spelen. Kijk, jullie kunnen ook hier op de tablet. Welke auto? Ja, maar dat is niet die van ons. Zo. Mijn baby is wel echt heel clean nu, jongens. Nee. Jongens, auto is schoon, hè? Nee. Niet? Jawel, heel schoon. Helemaal niet. Kijk hoe schoon. Jij mag wel deze als je deze wilt. Nee, maar ik wil. Welke wil je? Oh my god, ik ja. Wil. Zee, we gaan binnenkort verhuizen. We hebben zoveel ballen thuis. Doe maar één eigen. We hebben minimaal 30 ballen thuis. Ik wil één eigen. Ja, maar die is 20 euro. Je hebt 7,50 euro. Ja, maar hij komt niet. Nee, die gaan wij niet halen. Nee, nee. We hebben al een Ajax-bal. Ja, we hebben al een Ajax-bal. Dus we, wat? Ja, maar die kunnen we oppompen. Dan gaan we niet nog eenzelfde halen. Van Barcelona. Die hebben we ook al kleine. Hallo, schatjes, luister. Is Ajax 1? Zijn we hebben zoveel ballen thuis. We hebben van alle soorten ballen thuis. Ook die, ook die. Als je wilt, haal maar deze. Wil je die? Ja? Oké, haal maar die. Kies maar uit. Die varianten heb ik nog van de nieuwste. Welke? Dat zijn de enige. Deze. Kijk maar, welke wil je? Dit zijn de nieuwste. Die of die? Hoeveel zitten erin? 10 kaarten. 10 kaarten zitten erin. Hier. Ja, wil je die? 10 kaarten. Ja, 10 kaarten. Wil je die? Oké. Okay. Naar de Action. Nee, schat, mama moet weg. We hebben geen tijd voor de Action. Je hebt toch een bal? Dat is leuk. Kijk, ben je blij? Happy? Goed, goed. Tijd geleden. Inderdaad, welkom. Schat, welkom in onze Cookies and Dreams bus. Cute. Alsjeblieft. Dankjewel. Beige-achtig. Nu denk je echt, wat een gekke, rare kleur. Ja. Ja, maar het is meer, het geeft gewoon een hele mooie, of een warme, donkere finish, of een wat koelere finish. Ja. En nou ja, de blender in een soort van swirl van de koekjes. We hebben een eyeshadow palette met lichte kleuren en donkere kleuren. En dan ook weer mat en shimmer door elkaar. Het is echt ideaal om mee te experimenteren. Nou, je ziet het daar bij dat meisje hierachter. En blauwe eyeshadow, ja, je kan het natuurlijk ook op verschillende manieren gebruiken. Echt super leuke winkel op wielen. Voor de ja, voor hun deur van Elf Cosmetics. Ik vond het echt super leuk om even naar binnen te gaan en even mini te shoppen. En ik heb echt super leuke items gekregen. Geshopt. Van Elf Cosmetics is van hun nieuwe collectie. Ik ben wel echt fan van Elf Cosmetics. Jongens, ik wil jullie even wat laten zien. Ik ben 1 dag verder. Ik weet niet wat er is aankomen waar je hier naar Nederland. Maar de auto's zijn zo vies opeens. Kijk dan, is toch niet normaal. Plus deze die ik gisteren dus naar de wasstraat heb gebracht. Onze witte auto. Ook echt super super vies. Let niet op Moestie. Kijk dan, gisteren door de wasstraat gehaald. Dit is toch niet normaal. En nu gaan we deze auto helemaal van buiten en van binnen grondig schoon laten maken. Of course, parfum freak hero. Maar hi Shane. Ja. We gaan eerst naar een autogarage. Want mama en papa willen deze auto verkopen. En we gaan hem helemaal grondig schoon laten maken. En dat gaat Furkan voor ons doen. Maar welke auto verkopen? Furkan die heeft een... Welke auto verkopen? Omdat we een andere auto gaan halen. Welke auto verkopen? Want deze hebben we nu inmiddels net 1 jaar. En we hebben tegen elkaar gezegd van... Waarom? Wat? Deze auto.
Ja, we gaan een andere auto halen, Boeboe. Deze auto niet van papa. Ja, oké, okay, maar we gaan hem verkopen. Papa wil hem ook verkopen. Ook auto. Auto afgeleverd. Vandaag laten we onze auto helemaal schoonmaken door FST Car Cleaning. Super fijn. Nou, de auto ingeleverd. Die wordt nu lekker schoongemaakt. Ik ga even Moes naar de kapper brengen. Moes, ik ben nog steeds jouw Uber. Vertel eens. Moes krijgt zijn rijbewijs niet terug, jongens. Maar ik ga in hoger beroep. Ja, je gaat in hoger beroep. Maar je had, wat had je hiervoor gedaan? Een verzoekschrift ingediend. Nu ga ik een klaagschrift. Nu ga je een klaagschrift indienen. Hij krijgt zijn rijbewijs niet terug, jongens. Uber for life. Nou, ik ben even snel naar de Albert Heijn gerend. Ze zijn lekker ongezond. De kids mochten vandaag lekkere dingen uitzoeken. Dus ze hebben donuts, macarons, chips uitgezocht. Nou ja, ze wilden per se noedels. En deze noedels heb ik nooit gegeten. Dus heb ik voor Moes en mij even chili. Hi baby. Voor Moes en mij heb ik chili qua smaak. En teriyaki. Voor Moes en mij heb ik deze noedels. Voor de kids deze. En deze. En of course majool dadels met walnoten. Die ga ik even morgenochtend helemaal vullen. As you know is dit dagelijks bijna 2 jaar lang al mijn ontbijt. Majool dadels. Gevuld met walnoten. En koffie of course. Oh, die krasdingen. Oh, die krasdingen. Bye, Arda. Heel mooi, hè, jongens? Ben je blij? Ja. Oh, wauw. Ja, kijk die leer dan. Heel mooi. Die banden zijn ook mooi, hoor. Top. Is het mooi, papa? Ja. Wat zit daar? Huh? Lekker schoon, hè, Zeen? Wat, Pasha? Dit. Die ding op de grond? Ja. Moet die ook naar achter? Ja. Wil je dat? Oké, okay, gaan we doen. Hoi. Hoi. Papa. Lekker thuis? Ja, lekker thuis. Zeen. Ja, Zeen. Ja. Zeen. Wil je zeggen tegen de kijkers, thanks voor het kijken? Mama. Wil je, wat hebben jullie gehaald? Chips. Willen jullie zeggen dank jullie wel voor het kijken naar deze vlog? Dank je wel voor het kijken. Naar deze vlog. Naar deze vlog. Zeg maar jij, als één, zeg jij maar abonneer. Abonneer. En like. En like. Doe je duimpje omhoog. Zeg een kusje. Kusje. Mm.